Sail Away, Orinoco Flow van Enya. Waarschijnlijk een van de mooiste platen die dit jaar in de Nederlandse top 40 genoteerd stonden. Dat was ze dus, op nummer 3. Ze houden het lang vol op nummer 1, Womack & Womack. Hier zijn ze nog een keer met Teardrops. Nummer 1. Een plaat die in het totaaloverzicht van 1988 ook hoog zal scoren. Womack & Womack en Teardrops on My Pillow. Deze week nog steeds genoteerd op de felbegeerde nummer 1 positie. Ergens in dit programma heb ik voor de tweede keer één leugen verteld. Vorige week inderdaad hebben we het geïntroduceerd en deze keer hebben we het voor de tweede keer gedaan. De top 40 leugen. Als jij die leugen ontdekt hebt, dan kun je daarmee winnen een dodie. Een domme discjockey. Je stuurt je oplossing naar postbus 3333 1200 Dirk Eduard in Hilversum. En de oplossing van vorige week was natuurlijk omtrent Annie Schilder. Zij is niet de bassiste bij de George Baker selectie geweest. Zij drumt al jaren bij Fleetwood Mac. Oké, tijd geworden nu om afscheid te nemen. Dit was hem weer, de top 40. Veel plezier aan zo'n woensdag met Wessel van Diepen en Countdown. Prettig weekend verder. Auf Wiedersnitzel. Top 40. Veronica is jong en wild genoeg om ook jouw fantasie te prikkelen. Met televisie, radio en het superdikke weekblad. 25 piek tot 1 juli volgend jaar. Word lid, abonnee en voel je goed. Bel Veronica nu. 020-808-808. Straks de poedel en het panel in Baas Bovenbaas. Na de Fabeltjeskrant.